Excuse Yo boys en girls, welkom bij weer een nieuwe video samen met me. Sven. Hey, hi. Met mij, hallo. Hallo, dag Sven. Ja, Dag Sven. we hadden normaal gezien een andere video idee gepland, maar ja, met Discord en zo dat niet goed gaat en zo, hebben wij nu deze video gepland. Dus ik zit weer in de co-lobby bij Sven. Yes. En ja, En wat FIFA gaan we doen? 21. Deze video staat al gepland voor maandag. Deze video zet ik op voor maandag 2 november, kan dat? Ik Ja, denk dat. maandag 2 november. Dus deze is al de tweede week van de video's. En ja, Sven, je weet dus dat ik van content ben geswitcht. Ik heb het gisteravond mogen vernemen, maar het was ja. Ja, ik heb het ook nog op YouTube geplaatst. Daar heb ik toch volgens mij gemist, maar ik denk dat ik dat wel heb meegekregen, maar dat ik het niet door had, denk ik. Dus ja, dan weet ik het als gewoon, dus nu Ja, dus ja. ja. Goed. Dus ja, ik ben dus van content geswitcht. Jullie gaan af en toe nog vlogs zien op mijn kanaal, maar vele minder. Vele, vele minder. Waarom? Ik ga me vooral switchen op die game content. Waarmee ik bedoel FIFA, GTA. En zoals jullie zien, deze team heeft Haaland, Sancho, Meunier. Allemaal goede spelers. Oké. Ik denk dat deze team ietsje duurder dan mijn team. Oké, ja. Mijn nieuw team, want ik had eerst een Serie A team. Heb ik een beetje uitgebouwd naar een. En ik ben blauw zeker, ja. Ik heb overgeschakeld naar een Premier League team, maar ik had hiervoor. Wat heb ik meer op stream gedaan? Oei. Sancho, James Sancho. Pickford. Pickford. Ja, ik heb Kepa bedoeld. Oei, sorry, dat was de verkeerde pas. Is oké. Ik had dus in mijn vorige video, allee, ik heb daar nog eigenlijk op video gedaan, dus niet opgenomen eigenlijk. Maar ik heb een paar spelers bijgekocht. Dus mijn team is ongeveer 15k ongeveer waard. En ja. Oei, dat was niet goed. Maar ja, ik had naar voren moeten lopen. Zonder die naar voren. Dus mijn team is ongeveer 15k waard. Ik heb er toch 15k aan uitgegeven. Meer waard. Kan. Oeh. Sven? Zeg je het nog? Ga je Yes, dat ik nog? ben er nog. Ik heb even gemute om Wat zou dat? together. Oh, ja. Die had ik niet goed aangenomen. Oeh. Pogba. Maar als je ziet naar zijn team. Die chemistry zit niet goed, hè. Die chemistry zit echt niet goed. Nee, dat klopt iets niet. Nee, Nee, inderdaad. onze chemistry zit. Uw chemistry zit beter. Oei. Ja, inderdaad. Ja, nee, we waren al twee fiets. James Sancho. Oh, je weet al pas wat hij zei. Ja, oh, juist, ik had hem juist niet. Ja, Ik dacht Rodriguez komt tegen de. hem op de zijkant te geven. Ja, dat Als is ik het geld leven. genoeg had, als ik munten genoeg had, had ik ook Games gekocht, maar Games was iets te duur naar mijn. Ja, Niet 1-0. Holland. Haaland. Ja, wat moet Haaland, dat ook is mooi uitgespeeld, oké. Dit Dat is mooi was uitgespeeld. Dat is gewoon mooi uitgespeeld. inderdaad, ja. Heel mooi zelfs. Ja. Ik moet er even
tussenspringen, pijs ik, want die is te veel aan het verdedigen. Aanbeheer, verdedigen natuurlijk, absoluut. Ze kunnen aanval goed. Redelijk aan. Ik zet mijn meestal op. Op ultra verdedigend. Ultra verdedigend? Ja. Dat kunnen we ook even op, want. Nee, Kepa was. Pickford was niet goed. Pickford was er goed voor. Oh, ik ben er maar uit aan het lopen. Iets te diep hier, iets te diep. Ik ga wel na deze potje wel de opname stoppen.
Ik wat? Dag Shelton, één potje in mijn opname. Ja, maar dat is altijd dat ding, hè. Eerst één en dan heb je iets wat je ermee gaat doen als het niet goed is. Ah, shit, opnieuw. Dus ik ken dat. Ja, dat heb ik ook al vaak moeten doen. Nou, ik knip zoveel stukken ertussendoor uit, hè. Ja. Moet ook wel. Tegenwoordig. Allee, het mag niet wel. Dan kan ik ze weer beginnen. Zijn ze begonnen in de tweede helft? Van? Ja, voilà. Toch een spannend duel. Waarom zijn die passen van mij toch allemaal zo? Dat is gewoon dat team. Ja, dat is wel. Nee, maar dan kan ik ze weer wel beginnen editen. Snap je? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat dan nog altijd wel het beste is, hè? Ja, doe maar. Ik moet met de drie passen. Ja, dan zou ik... Ja, nee. De 9 van de 10 van mijn koppen weer gedaan. Nee, het is nog vroeg, hè. Hier om ik dan... Wat het ook is, Giet. Ik denk dat je aan de liefde... Ja, het is goed. Ik mag ermee gaan werken, hè. Dat hij van deze afstand een maand lang... Ja, nee, het is juist, ja. Maar ik ga sluiten, oei. Nou, nee. Maar ik ga me sluiten. Dus ja. Eeuw. Allee, wel een pond, we gaan ook dingen doen voor de bedrijven, maar wel mogen niet. Ja. Als werknemers mogen niet meer gaan. Gevoel, hè. Mannetjes, hoe vaak je een bepaalde trappen? Twee keer dat te zien. Ja. Haaland, man. Haaland is snel, hè. Mannetje. Haaland is echt snel. Maar ja, we moeten deze wel uitspelen, hè. Voor ons punten, hè. Je zou kunnen zeggen dat dit een voorbeeld is van het spel. Donnie van der Beek. We moeten straks misschien nog een potje spelen. Ik zie dat Donnie van de Beek erop staat, spelen ze veel deftiger. Stop, hij moet scoren! Ja, pas. Ja, te laat gezien. Ja, te laat gezien, te laat. Te laat geanticipeerd. Heel deze route. Dat te laat geanticipeerd. Spelen wij nu serieus 2 tegen 1 of hè? Dat is toch ook niet plezant? Nee, die speelt met 2 ook, hè, dacht ik. De vleugel. Dus, ik zie niet het tweede toch niet, zo. Hij zit er speelt de 7 alleen. Tegenstander mag niet nooit. Hier steekt er een, ja, dat is maar alleen. In de tegenstander zit dat wel. En toch nog winnen, chapeau, hè. Pas. Oh. Ja, ik stond offside, nee. Ik vond de side, ik zag het te laat, ik was side soms. Wat doe je van stand, zeg ik zo. Nee, van 5 uur, hè. Gaat de stelte, het was voor het Zwitsel. Oh ja. Maar zien de Rusland gewoon. Verbrugge is er gewonnen, Sjen. 1-2. Ja, juist, gisteren. Op de slotminuut. Nog gewonnen. En zondag na zaterdag moeten ze naar Leuven komen. Oei, OHL. Pas op, OHL tegen 2-2 tegen anderen. Elke fout was verstopt. Ja, juist. Inderdaad. Maar het gaat voor 1 team. Wat was dat toen, joh? Ach. 1-1 tegen Anderlecht, dat was. Ah, 2-2. Moeilijk. Is het? Ja, ze hebben echt goed gespeeld tegen Anderlecht. Jaden Sancho. Ja, ze hebben nu wel hun best gedaan. Goed gespeeld, goed, maar. Ja, als je ziet, 2-2. Oh, hij zelf niet. Oh, ja, die is dat ik zie komen. Ik wist niet dat hij met. Nee,
Sané voorzet. Sané voorzet gerecht scoort hier. Ja, inderdaad. Volgens is nog groter geworden. Ja, dat kan gewoon. Dat is natuurlijk een grote. Ja, dat was te optimistisch. Een paniekschot. Ja, verdoem me dat. Nee, ik krijg. Ja, maar dan ook. Kijk, ja, ik kan gewoon niet zelf tuurlijk. Ik kan hier gewoon bij het trappen thuis. Ja, Corbijn, maar niet te kort, mannetjes. Wat is de knappe actie? Tony van de Beek. Schiet aan met Donnie. Tony van de Beek. Tony van de Beek, van de Beek. Donnie van de Beek. Oké. Niet wel leuk. Die moest er even uit. Dat was echt wel veel schooner dan die maakt. Het gaat om die individuele. Waarom heb ik precies het gevoel dat we ervoor komen? Precies. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Wapens op. Sterke verdedigende actie. Nee, we staan te ver achter. Dat is op. Constant opnieuw in druk wagen zetten, ja. Maar ze wel. Ik kom aan, jongen. Passen. Domme. Ah, mis. Oké, wow. Dan heb je een boel. Uitstekend. Nee, inderdaad. Ja. Hersentjes. Hersenkreventjes. Domme, ik ben niet te ver. Als ik blijf staan, dan had ik hem wel. Ja, ook niet. Maar jongen, het onder van de Beek. Goed verkocht dat ze. Ja, met van de Sar was het. Nee, de hand van God. Dingen, dat was dus aanvaller. Ronaldinho. Nee. Met de bal. Ja, doe het. Voor deze video. Bedankt zijn om Santis om beter doen in de video. Oké, we zijn nu niet gewonnen in dit spotje, maar. Volgende week wel. Volgende keer wel. Shoot. Oké, ja, dat hebben we nu wel. Ik heb wel 384 minuten en. Ja. Ik heb geen geld meer op FIFA. Ja, ik heb ook geen geld meer op FIFA. Dus ja, tweede boven gaat niet worden. Oké, voor de Champions heb ik 7 kwalificatiepunten, dus 46 nu. Ja, vaardigheid tegenstander. Vaardigheidsbeloning is wel min 31 gegaan, dus niveau divisie 8 pijnlijk. Ja, nee, juist nog niet. Wel, rang 4 gehaald. Nee, rang 3 al. 13. Sven. 150, 20, Sven, rang 1, ja? Yes. Rang 1. No way. Rang 1. Ik zit al in rang 3, hè. Ik zit in rang 2. Rang 1, man. Had ik niemand 1 potje zo... Allee, wacht, hè. Wie zou je dat sowieso doen? Rang 6. Ja, dat is een fucking fuck. Nee, inderdaad. Nee, inderdaad, dat was een fout van FIFA. Ja, dan... Die puntenkomingen werden dubbel. Ik zeg het. Rang... Maar we hebben gewoon in de Division Rivals, dat had er niks. Ja? Inderdaad? Dat is weer een glitch bij FIFA.
Is dat? Nou, boys en girls, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Abonneer zeker op het kanaal van deze topper. En link staat in de beschrijving. En... doei!